Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video van de Treinreiziger. Ik sta op het Gent Sint-Pieters station. En vanaf hier ga ik vandaag met bussen richting de Nederlandse grens. Want zoals ik het een keer eerder geprobeerd, vanuit Brussel, toen wilde ik met bussen helemaal naar Nederland. Nu gaat het iets anders zijn dan de vorige keer. We gaan vandaag met bussen van de lijn, dus met barre streeklijnen, richting de Nederlandse grens, het station Noorderkemp reizen. En vanaf station Noorderkempen nemen wij dan de trein richting Nederland. Ik wens je allemaal veel kijkplezier. Terwijl het begint te regenen is dit het best wel grote busstation van Gent Sint-Pieters. Hier gaat onze reis beginnen. Het busstation telt maar liefst 16 perrons. En als je benieuwd bent op wat voor ticket reis je dan vandaag. Ik reis vandaag op een De Lijn dagkaart voor 7,5 euro. Die is geldig voor heel Vlaanderen en alle vervoersmiddelen van De Lijn. En dat voor slechts 7,5 euro een hele dag lang. Kun je niks van zeggen, dat is ideaal voor de bustour. We gaan hier op zoek naar de eerste streekbus. En de eerste streekbus die wij gaan nemen in richting van de Nederlandse grens is de Barre 27 helemaal naar Dendermonde. En ja, als ik even kijk op de dienstregeling, ik kan hier geen wafels van maken. Ah, de bus staat hier ook op het vertrekscherm. Deze wordt afgewisseld met de 28, daardoor rijdt een uursdienst naar Dendermonde. De bus zelf, de lijn 27, die rijdt vandaag elke 2 uur. Is ook nog lekker op secuur vandaag. En voor deze rit krijgen wij MAN Line City streekuitvoering mee. Maar er zit wel stadsbezintrigeur in. Zit in de bus, op naar Dendermonde. Met deze 27 aangekomen in het regenachtige Dendermonde. Hier stappen we over op de volgende bus. En de volgende bus die wij gaan nemen is de 252 helemaal naar Boom. Hier, daar verderop staat een Scania. Ik ben benieuwd of dat mijn bus wordt. En inderdaad, de Scania is de overgebleven bus op de buffer. Dat wordt de 252 naar Boom. Dat ziet er niet heel best uit. Gaan we naar Hulst.
gestopt in Rums bij de Halte Katerberg. En nu moeten we overstappen van de Halte Katerberg naar de Halte Katerberg. Vanaf de Halte Rums Katerberg nemen we zo meteen de snelbus naar Antwerpen. Dat is ook de reden waarom ik in Katerberg ben uitgestapt in plaats van op het busstation van Rums. Dat komt namelijk omdat de bus dan juist vertrekt als ik aankom. En dan, ja, dan mag je een tijdje wachten. Dus dan gaan we zo meteen met 191 naar Antwerpen. Aanschouw een bushalte in België. Inmiddels zou de bus nu al aan moeten komen, maar ik zie hem nog niet. Dat was niet de 191. We hebben gevraagd aan de chauffeur of die al weg is gegaan. Hij weet het ook niet, dus het is niet fijn dit. Die halte wordt hem niet meer, want er is geen informatie meer op die halte. Ze gaan nu vanaf dezelfde halte naar Rums met een bus. In de categorie bijzondere plaatsnamen reed. Daar komt de bus en dat ga je niet mee. Het is de 191. Nou, halte Rums busstation, die mag ik met de komende half uur gaan vermaken. Het busstation van Rums is ook gelijk de stalling. Even door het dorpje Rums gelopen. Er is hier niet of nauwelijks wat te beleven. En nu door naar Antwerpen. En vanaf hier gaan we op naar Antwerpen, non-stop over de E19. Ik heb een aansluiting die ik al eens gemist heb. Op naar Antwerpen-Roosveld. En bij deze een kleine impressie van hoe druk het is. Nou, busstation gevonden. Helemaal achteraan was mijn halte voor de bus. De volgende en tevens de laatste lijn die we gaan nemen is de 602 naar Meersel. En daarvoor krijgen we de bus die we in het begin van de reis ook al hadden. Een MAN Line City. Nou, in de bus, volle bak. In deze bus gaan we naar Noorderkent. Van 45 minuten en de laatste bus voor vandaag aankomen op het station Noorderkempen. Hier stappen we over op de trein naar Nederland. Kijk, ding sluit mooi aan. Daar komt hij al aan. Comfortabele rit en keurig op tijd aankomen in Breda. Mijn naam is Emmen voor vandaag. En na een reis van wel geteld 7,5 uur gaat deze video ten einde komen. Breda is mijn bestemming en het is me dit keer wel gelukt. Met bussen tot de Nederlandse grens, dit keer tot aan Noorderkempen. Vanaf daar met de Intercity Brussel keurig op tijd aangekomen in Breda. Mijn naam is Emmen voor vandaag. Ik vond het super gaaf om te doen. Ik sluit hier de video af. Ik ga nu lekker richting huis. Laat een blauw duimpje achter, abonneer op mijn kanaal, laat een leuke reactie achter. Dan zie ik je bij een nieuwe video van de treinreiziger. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.